Leuk. Iets heel anders. Thijs Reumer, die gaat niet in hoger beroep. Dat hebben we de afgelopen dagen gehoord. Die moet dus binnenkort voor een maand naar de gevangenis. En dan rijst bij ons de vraag, hoe ziet zijn leven er dan in die gevangenis straks uit? Nou, het is algemeen bekend, eigenlijk in de hele wereld, dat zedendelinquenten er niet goed vanaf komen in de gevangenis. Dus zowel bij verkrachters, maar vooral ook bij mannen of vrouwen die aan kinderen hebben gezeten, die kunnen worden aangepakt in een huis van bewaring of gevangenis, omdat andere gedetineerden dat niet pikken. Dat wordt een soort ongeschreven regel. En ik kan niet ontkennen dat dat zo is. En daarom wordt er extra opgelet. Daar zal de DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen, zeker rekening mee houden. Als er iemand weet hoe het is om in de gevangenis te zitten als bekende Nederlander, is het voormalig profvoetballer Glenn Helder. Hij heeft 7 maanden achter de tralies doorgebracht. Waar ik dus voor vast zat, dat was wapenbezit, mishandeling van een man en stalking. Allereerst daar in de gevangenis is iedereen is gelijk. Want je bent eigenlijk bijeen niks. Wat je meeneemt van buiten, dat is weg. Binnen, omdat daar zijn de regels en de regels daar hou je aan. BN'ers hebben het normaal gesproken niet zo heel slecht in de gevangenis. Op het moment dat iemand zo bekend is als Thijs Reumer, ja, dan weet iedereen dat. Dus dan zullen ze zeker, ik verwacht in ieder geval dat hij naar die extra zorgvoorziening gaat, dat ze hem afgezonderd houden, dat ze ook met het dagprogramma wat hij mogelijk krijgt, daar rekening mee houden, dat hij niet in aanraking komt met andere gedetineerden die hem iets aan kunnen doen. Ik kom hem nog bij wijze van spreken inhouden daar in de gevangenis. Maar er waren een hele hoop die dat dus niet deden en die werd ook gepakt in de douche. En het bloed gepakt met de vuisten. Jeetje, nou, dat wil ik zo meer over horen. Kleine rectificatie. Zeker, Sommieu wel gewonnen in het beste liedje. Ja, daar beste Evert song. Is er vandaag niet, maar daar wordt Evert heel blij van. Beste song. Absoluut. Dat is te gek. Oké. Dat hebben we gehad. Terug naar dit heftige verhaal. Ja. Dit is dan een beetje zijn leven in de gevangenis. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou, daar wil ik aan toevoegen dat Teurlings gelijk heeft. Dat heeft hij vaak, maar ook nu. Mark, ik denk, ook al ben je bekend, of juist daarom, dat je met behulp van een goede advocaat wel enige vorm van bescherming daar in de gevangenis gaat krijgen. Want het is wel zo, algemeen bekend feit, dat zedendelinquenten daar met de nek worden aangekeken. Waarom? Ja. Hoe dwing je bescherming af in de gevangenis? Nou, dus dat je met de gevangenisdirectie overlegt. Ik deed dat in mijn tijd ook. En zei van, die meneer die komt dan naartoe. Ik stel u verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Maar dat iets vriendelijker, maar dan waren ze wel wakker. Maar, nou ja, wat wil je dan zeggen? Dat hij dus afgezonderd ja, wordt? Ja, afgezonderd. Hè? Dus dat je niet tegelijkertijd gaat eten. Dat je niet tegelijkertijd in de douche gaat. Maar dan krijg je toch een soort VIP-behandeling. Nou ja, een soort afzondering waar je ook niet blij mee hoeft te zijn. Maar als je zou moeten kiezen, dan moet je als bekend iemand, wil je dat niet hebben, dat je daar samen zit met andere mensen. En het is een mensen. Maand, hè? Want je loopt potentieel gevaar. Je loopt potentieel gevaar. Ja, oké. En dan komt hij uiteindelijk weer vrij. Ja. Is dan de kous af? Nou ja, hij moet zich in ieder geval niet weer schuldig maken aan andere misdrijven. Want dan wordt het voorwaardelijk gedeelte omgezet in het onvoorwaardelijke gedeelte. Dus dan moet hij voor opletten. Maar goed, dat zal hij ook wel. 2 maanden. Hij zal bepaalde beroepen niet meer kunnen uitoefenen. Want hij heeft een strafblad. Hij moet eerst nog gaan schoffelen ook. Ja, maar daar kom ik zo op. Oh. Hij kan bepaalde beroepen niet meer uitoefenen, want hij heeft een strafblad. Een VOG, hè, verklaring omtrent gedrag, krijgt hij waarschijnlijk niet meer. Bij normale misdrijven kijken ze naar 4 jaar en dan is het 5e jaar kijken ze niet meer. Dan krijg je zo'n verklaring omtrent gedrag. Maar bij zedenmisdrijven, dat gaat nooit weg. Dus ook na 10 jaar, hij wil een beroep uitoefenen waarvoor een VOG benodigd is, loop je daar weer tegenaan. Ja. Dus daar komt hij nooit meer af. Ja. Wat voor beroep is dat? Bijvoorbeeld onderwijs. Het onderwijs. Ah, misschien als leraar kan je niet meer aan. Nee, okay. Dus coach van de voetbalclub. Dat zal hij niet willen, maar in zijn algemeenheid geldt dat voor zedendelinquenten. Nou, dan moet hij gaan schoffelen, zoals jij zegt. Dat doet hij in samenspraak met de reclassering. Ik heb begrepen dat daar nog niks over bekend is. En dat kan van alles zijn, maar dat
Dat is een goed overleg met de reclassering. Een taakstraf dus eigenlijk. Ja, taakstraf. En daar maken ze ook nooit wat over bekend. Nee, niet waar, niet wanneer. Nee. Want dan staan natuurlijk alle fotografen... die willen natuurlijk die foto maken. Ik ken mensen die bekend zijn, die hebben geschoffeld... maar dan op een begraafplaats. Ja. Oh ja? Clarence Grace had dat toch ook? Clarence, ja, dat hoor je wel vaak. Ja. Dat ze het daar doen. Ja, bijvoorbeeld. En dan zou die in principe... gewoon zijn beroep weer kunnen gaan uitoefenen. Ja, maar kijk, dat is een kwestie van smaak. Hè. Ik vind, maar dat ben ik, dat die man, als hij zijn straf heeft uitgezeten... en heeft zijn taakstraf volbracht, dat hij een tweede kans moet hebben. Maar hier spreekt de advocaat of de oud-advocaat, denk ik. Maar daar zullen misschien filmproducenten anders over denken. Of het publiek. Ik zie dat bij hem niet snel gebeuren, moet ik zeggen. Het is toch wel een beetje zo dat als je een zedendelinquent bent... dat je dan eerder een ziekte hebt dan dat je iets misdaan hebt... Nou, in zijn algemeenheid heb je gelijk, maar in dat vonnis wat over hem is gewezen, daar wordt niet over een psychische afwijking. Geen behandeling voor. Nee, geen behandeling. Okay. Dus wat dat betreft, of je daar blij mee moet zijn, maar in ieder geval dat is een feit bij hem, dat hij dat niet voor in aanmerking komt. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel filmscripts waar op een gegeven moment, dat kan hij dus dan niet doen.